was op mijn nieuwe sokken en niet zo schrokken brokken. Jij hebt al zoveel gehad. Duifies, duifies, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes, wat een lekker dons. Duifies, duifies, wat zijn ze mak. 17 duifies bovenop het dak. Als je elkaar dan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan. Zo is het toch? Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist. En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe. Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Allemaal! Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Stel nou voor, er breekt ergens een brand uit. En de brandweerluis steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook rijdt hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Want als je me kan niet meer vertrouwen. Martien, kans is er eindelijk aan toe om die tegels in jullie badkamer te voegen. Kan hij er even bij? Tuurlijk, graag zelfs. Ja. Ik ga meteen even de troep opruimen. Voorzichtig. Ho, niet ho. Koud, ik in je gang gaan. Ach, op een dobbelsteen. Moet die arme man niet eerst even een kopje koffie? Nee, die arme man die heeft thuis een koffie op. En laat hij nou alsjeblieft aan het werk gaan, anders zit hij weer niks nut in mijn keuken. Wat bent u streng, mevrouw Dobbelsteen, zo op de vroege ochtend. Die arme kool. Ja, als je voor die arme kool niet heel streng bent, dan brengt hij je tot de bedelstaf. Wow, arme mevrouw Dobbelsteen. En de winnaars van 1969, de dieren uit de fabeltjeskrant. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar fabeltjes. Wij zijn op. We zijn op. Ik ben al vanaf vanmorgen 6 uur op. Nee, ik bedoel, we zijn aan de beurt nou. Ja, we zijn hier om dit fantastische feest luister bij te zetten. En voor deze gelegenheid zullen wij een lied ten gehore brengen met een zeer speciale gast. Ja, zegt u er ook net, samen met Lijn Jonge Waard op het dak. Oh, wat is het toch lief, hè? Onze zuster Clivia. Dames en heren, mevrouw Hetty Blok. Wat een aardige ontvangst. Dank jullie wel. Ik ben blij dat ik jullie eindelijk eens in levende lijven zie na 23 jaar. Want zo lang zijn jullie er al. O, mevrouw Blok. U weet niet half hoe verrast ik ben u te mogen ontmoeten. Dat is wederzijds. Ik heb altijd alles graag in het praathuis willen komen, maar ik wist niet waar dat bos was. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon de bordjes volgen. Mevrouw Blok, ik heb u altijd zo bewonderd. En u zingt ook zo welluidend. Dank u. Ja, de sterren van de hemel. Ach, mogen we nog een keer van u horen. U weet wel, van die deuren. Ja, nou best, maar dan moeten jullie wel allemaal mee. Ja, natuurlijk doen jullie wel. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Henk om de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn heel dunne muren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Mijn mond is hier goed, hè? Dat is het. Prachtige zongen, zo sonoor.
Bravo, nee, bravo. Nee, dat is zo. Nee, dat kan je eigenlijk nou niet zingen op de televisie met al die zogenaamde fatsoenlijke rakkers in de zaal, hè? Wat, is het zo ondeugend, nee, dat lied van Ed? Het is eigenlijk een geintje. Het is een geintje over de televisiering, hè? Hoe je aan zo'n ring kan komen. Nou, volgens mij is daar vandaag nou juist over gestemd. Volgens mij moet je slim wezen om zo'n ring te kunnen krijgen. De juiste vrienden hebben. Och, het spreekt toch vanzelf. Personality, daar gaat het om. Neem nou bijvoorbeeld de weerman, meneer Kral. Oh, die sensitieve handen. Als je maar moe bent, neem nou die dokter uit dat ziekenhuis, die Mark Klein Essink. Ach, dat vinden de dames een smakelijk hapje. Ja, maar dat is ook smikkelen en smullen. Je moet kracht hebben en doorzetten om zo'n ring te krijgen. Ja, en je moet een fatsoenlijk gezicht hebben, hè? Precies. Betrouwbaar. Zoals bijvoorbeeld Teddy Jules Deelder. Ja. Kijk, daar zou ik best een tweedehands autootje van durven kopen. In het leven gaat het erom. Heer dat Bever, je... alstublieft. Besper me uw levensbeschouwelijke bespiegelingen. De televisiering is een symbool voor talent. Ja, jammer hoela. Moet u nou eens goed luisteren. Als u op die tour gaat, dan kan mijn broer ook nog wel eens even uitpakken, hè? Ja, maar er was toch een lied, hè, dat jullie wilden zingen en dan mocht ik toch meedoen? Komt daar nog op. Weet je wat je moet doen? Je moet werken, werken en nog eens werken. Nou. Zullen wij jou eens verkloppen? Ja. Doe jij hem tot elke lampen? Wat? Die gouden ring te krijgen. Ja, die heeft Leen al. Spreekt toch voor zijn eigen. Wat? Hoe kom jij in de gunst? Dat is helemaal geen kunst. Nee, wat? Werken, werken met je elleboogjes. Laat maar werken. Doe altijd op je post. Werken, werken, werken met je elleboogjes. Hard werken voor de borst. Van de gouden televisie. Een zaal vol grote namen. Die bom, u naar niet beamen. Beste fan, beste fan. Met talent, met talent. Komt de mensen aardig aan. Ja! Werken, werken met je elleboogjes. Laat naar mij toe altijd op je borst. Werken, werken met je elleboogjes. Hard werken voor de kost. En dan nog tijd. Werken, werken met je elleboogjes. Ze is in het bezit van de hoogste onderscheidingen in de toneelwereld. Vanavond is ze hier. Prettig geregeld, Anne Wil Blankers. Ja, wij in de toneelwereld kennen ook prijzen. Voor de beste acteur, actrice, hoofdrol, bijrol enzovoort. En als je zo'n prijs wint, ben je er ontzettend blij mee. Ik spreek uit ervaring. Maar toen ik hem won, de eerste keer, dacht ik, het is eigenlijk ook een beetje een eerbetoon aan degene die je de mogelijkheid gaf die prijs te winnen. Namelijk de auteur van het stuk. Want het was zijn tekst en zonder die tekst was je nergens. Nu zijn er een paar mensen die de televisiering gewonnen hebben, sommigen zelfs tweemaal. Die keer op keer een uitzending ingaan met niets op papier en dan toch, al improviserend, vaak meer dan een uur weten te boeien. Die mensen vallen onder de noemer TV-personalities. Mensen die alleen maar televisie maken. Zij zijn het hart van het programma. We hebben er in Nederland niet zoveel van, dus die paar die we hebben, moeten we in ere houden. Vanavond moet het op een heel simpele manier. Gewoon door nog even bewonderend naar ze te kijken. En dan zien we Mies Bouwman, Henny Huisman en Willem Duis. Bert, nou de helm. Oké. Voorstellen aan onze nieuwe trainer Willem Duis. Ja,
hebt gelijk. Je moet natuurlijk de taal van deze dieren spreken. Daar komt hij. Noach de Nijlpaard, 5 dagen oud. Ik denk dat je nu moet gaan zippen. Moet ik dit zippen? Ja, dit moet je zippen. Dat moet je zippen. Maar ja, met het natte haar. Dus ik zet gauw het toepetje op. Maar ik moest zo vlug, ja, dat ik liep met mijn hoofd tegen een gordijn aan en mijn toepetje. Met uw verse liefdesveld, u tegen zijn hand glijdt, u op de gloriebaan. Zijn hand glijdt, u op de gloriebaan. Zijn hand glijdt, u op de gloriebaan. Paradise by the Dashboard Light. Waar hebben we dat wel ingestudeerd? Nou, gewoon thuis. De slaapkamer, dachten ze niet van wat is er allemaal aan de hand, de buren? Hoe is dat gegaan? Vertel eens. Ja, gewoon. Met de video erbij en zo. Met echte video van de echte Meatloaf erbij? Ja. Veel succes, dames en heren. Meatloaf! Tante Rim aanwezig? Ja, die zit hier. Mag ik even verder komen dan? Ja, kom er maar in. Bijna 700 heeft u de wereld geholpen en verschoond en verdroogd en alles. Wist u dat of niet? Nee, ik weet meer dan dat je denkt. Maar waar heb je dat getal weggehaald? Ja, dat hebben we uitgerekend. En al die kleintjes, moet je voorstellen, Tante Rim. Ja. Ja. Al die kleintjes die inmiddels op zijn gegroeid, al die, nou zeg maar, bijna 700 stuks, staan op dat plein te wachten. Het wordt een enige dag. Dat jij de stem niet herkent van Huipie Hangslot. Huipie Hangslot? Ja, daar is hij! Goedemorgen! Ja! Er wordt teruggefloten. Helemaal uit Amerika wordt er teruggefloten. Dus nu ja, je zoon uit Amerika! Hier is jouw dochter Tanja. Pap, surprise, surprise. Kijk eens naar de deur. Nee, hè? Like the corners of my moon. Zou er wel een toef zijn, dacht ik.
De sterrenpizza. Eigen gebakken koeken. Op de smiles smiles we give to one another for the way we were. Nou, ik laat ze gewoon even knuffelen. Hallo, Alexander. Oh. And if we had the chance to do it all again. Tell me, would we? What's too painful to remember? We simply choose to ja, er wordt wat afgeweend in televisieland. En wat jammer dat Mies er vanavond niet bij is. Maar ze heeft hard meegewerkt achter de schermen aan deze toch zeer ingewikkelde productie. Dat kan ik u verzekeren. Trouwens, er gaat heel wat door je heen. En door menig een bij u ook. Als je al die fragmenten ziet van 25, 20 en 15 jaar geleden. We zijn er niet allemaal even mooier op geworden. Maar ja, dat is weer wat anders. Het is misschien nu een mooi moment om eens even vast te stellen wie nu de initiatiefnemer is geweest van deze televisiering. De insiders weten dat allemaal. De kijkers thuis misschien niet. Het is de hoofdredacteur nog altijd van het blad Televizier, die in 1964 op de lumineuze gedachte kwam om een jaarlijkse prijs van de kijker in het leven te roepen. En het zijn woelige dagen voor deze man, Rijn van Rooij. Hij neemt binnenkort afscheid als hoofdredacteur van het blad. Er is vanavond dit grote zilveren feest. En vanochtend om 11 uur was er wel een heel grote verrassing voor hem. Laten we daar maar eens even naar kijken. Het is een grote eer, meneer en mevrouw van Rooij, om hier in dit Leidse stadhuis u als AVRO-man en Leidenaar te mogen ontvangen en u te mogen mededelen dat u voor uw strijd in Omroepland dusdanig door uw omgeving geëerd bent dat zij een voordracht hebben gedaan en dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot officier in de orde van Oranje Nassau. En ik wil deze hoge onderscheiding graag opschrijven. En u en uw echtgenoot van harte geluk wensen hiermee. En u inleiden nog het beste toewensen. Dank u wel. En dat had Rijn van Rooij, die toch geen zee te hoog gaat, beslist niet verwacht, zelfs niet in zijn stoutste dromen. En we hebben nog een verrassing voor hem. Want ieder jaar mocht de winnaar van de televisiering zijn of haar favoriete artiest uitnodigen die dan kwam optreden. Maar in dit geval hebben wij besloten een artiest binnen te halen waar wij Rijn een plezier mee kunnen doen. Het is een man van wereldformaat. Zijn composities worden echt in elk Engels sprekend land ter wereld uitgevoerd en ook daarbuiten. Het is een hemelbestormer. Het is een ongelofelijke kracht. Men noemt hem Mr. 100.000 Volt. Dan weet u al ongeveer waar ik naartoe ga. En hij heeft nog niets aan vitaliteit ingeboet. Hier is Gilbert Bickel. Goedenavond. La solitude,
ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas, mais non. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Il y a toujours une société. Et ce n'est pas fait pour les chiens, le club. Mais il t'y allait, tu vois. La solitude, ça n'existe pas. Mais non, la solitude, ça n'existe pas. Tiens, chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au Café du Nord. J'ai mes compagnons de flip. Et quand il fait trop froid dehors, on va chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois.